De brandweer in de provincie Utrecht heeft vannacht al tientallen meldingen van stormschade binnengekregen. Zo is op de binnenweg in Doenersloot een boom omgewaaid en op de weg en het spoor gekomen. Een automobilist zag de omgewaarde boom te laat en botste er tegenaan. Hij raakte niet gewond. Jean-Paul de Jong is trots op zijn benoeming als nieuwe trainer van FC Utrecht. Dat zei hij gisteravond tegen RTV Utrecht. Voor de Jong is de benoeming een wens die in vervulling gaat. Hij volgde naar Ajax vertrokken Erik ten Hag op en tekende contract tot de zomer van 2019. Er worden dit jaar geen supersnelrechtszaken uitgevoerd tegen mensen die de fout in zouden zijn gegaan tijdens de jaarwisseling. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Volgens het OM zijn er dit jaar geen zaken die zich lenen voor zo'n supersnelrechtszitting. Het gaat dan om eenvoudige zaken waar weinig onderzoek voor nodig is. Verdachten komen dan binnen 3 tot 6 dagen na oud en nieuw al voor de rechter. De Utrechtse vervoerders UOV en Syntus balen van de landelijke staking in het openbaar vervoer morgen. Bussen en trams in de regio blijven voor een groot deel stilstaan, omdat chauffeurs en de bonden betere arbeidsvoorwaarden willen. Syntus en UOV raden reizigers aan om morgen het openbaar vervoer te mijden. Taxicentrales maken zich op voor een drukke dag. En dan nog het weer. Er zijn zware windstoten vandaag, enkele pittige buien en het is 7 tot 8 graden. Tegen de avond verdwijnen de buien weer geleidelijk en wordt ook de wind wat minder. De temperatuur daalt dan naar een graad of 5. Kijk voor meer nieuws op onze app of op de website rtvutrecht.nl.